We zijn hier in het depot van herinneringscentrum Kamp Westerbork. En wat ik wil laten zien is een van de meest bijzondere voorwerpen uit onze collectie. En dat is het treinbord Westerbork-Auschwitz, Auschwitz-Westerbork. Voor zover we weten zijn er twee van deze borden in de wereld. De andere is in het museum in Auschwitz en wij hebben dus de andere. Het is een hele slechte staat en eigenlijk zou ik het heel graag op willen pakken. Om het ook beter te kunnen laten zien, maar het is zo slecht dat ik het niet mag aanraken. En je kan je ook niet voorstellen eigenlijk wat dit bord allemaal heeft gezien, waar het is geweest, wat het heeft meegemaakt. Een heel indrukwekkend voorwerp. Ik herinner me nog haarscherp een dinsdagmiddag, een jaar of 25 geleden. Ik was toen cultureel attaché op de Nederlandse ambassade in Warschau. Het bord werd toen vanuit het museum in Auschwitz teruggestuurd naar Westerbork. En dat ging via de diplomatieke post. En ik weet nog dat ik op die dinsdagmiddag het bord heb staan inpakken, omdat het naar Nederland verstuurd zou worden. En nu, 25 jaar later, sta ik er weer bij en mag ik ervoor zorgen. En dat is een heel bijzondere gewaarwording. Dit treinbord staat symbool voor de Jodenvervolging en voor de transporten van meer dan 100.000 Joden, Sinti en Roma uit Nederland. Het staat ook symbool voor de rol van Westerbork als doorgangslager. Dus in dat ene bord wordt dat hele enorme verhaal verteld. En daarom is dit bord zo ontzettend belangrijk.